Nou, die gaat wel komen zo hoor. Dan moeten we alleen even op wachten. Lammers. Well, the goal is to just put another few thousand miles under my belt, and I really hope that for the next year we have a car that is potentially somewhere in the top 10-15, you know, that's with a lot of energy. So we try to just take not too much risk and make sure that I do the distance, and then hopefully, you know, within 1 or 2 years, if I have a car that I can run in the top 6, then I can go for it a bit more, but I think I've got a very good car, good team, so we'll see. Nou, de doelstelling voor ons, Erik en mij, we gaan proberen de top 10 te bereiken. Het zal zwaar worden, maar de auto, we hebben veel getest samen, veel rallies gereden en we gaan er gewoon voor. Yeah.
will be about the same as last year. Last year we tried to make a top 5 position in the overall classification. I didn't manage that because I had some minor problems because of an error of my mechanic, but I finished 9th last year, but I could manage to win one stage, and I would try this year again to at least win one stage and try to finish in top 5. Yes, we hope we can score a top 10 position in the Dakar Rally, and we do it with a new truck. So we are happy with the new truck, and we will see what is possible. Uitrijden, dat om te beginnen. En de klassement interesseert me niet zoveel. Maar als ik kan, probeer ik bij de eerste 25 te komen. Als ik weet, nee. Dat is mijn doel. Wat is uw goal voor 2014? Ja, we willen hem zeker uitrijden, dat is nummer 1. He, want uitrijden telt. En ja, tussen de 20 en de 30, dan doen we het goed. Dank u. Thank you.
mannen van het Dakar de Roy team. Schat, doe niet erop! Schat, doe het erop, man! Of er snel versluis onderweg is. Dan Hans Stacey klaar voor de start. We gaan het hier aan het toekeren. Hier is ook Hans Stacey in de baan. Die bocht hier nog niet. Met de bocht van Hans Stacey. We zijn er bij de beginner in de binnenkant. Nee, zeker. Dat kaart heb ik niet anders. Erik van Loos met de HR Export 2.
een beetje waar. Ik ben er echt druk voor.